Op een doordeweekse dag kun je in deze Enschedeze fabriek een speld horen vallen. Maar de zwijgzame machines spuugde tot afgelopen zomer 24 uur per dag films voor Polaroid-camera's uit. Totdat de productie van de film werd stilgelegd, omdat Polaroid geen toekomst meer zag in camera's waar direct een echte foto uitkomt. Tussen 1965 en 2008 vulde Polaroid in Enschede meer dan anderhalf miljard fotodoosjes. Een van de medewerkers was André Bosman. Die 28 jaar voor Polaroid werkte toen de fabriek op slot ging. Nu werkt Bosman voor zichzelf in de fabriek van zijn oude baas. Vlak voor het moment dat deze fabriek afgebroken zou worden, ontmoet ik mijn huidige zakenpartner Florian Kaps. En samen hebben we dus onderzocht: van, is het mogelijk, kunnen we investeerders vinden die hier brood in zien? En die zijn er. Dankzij privé-investeerders hebben Bosman en zijn team een fabriek van 14.000 vierkante meter tot hun beschikking. Nu nog een nieuwe film maken. Dat is nog niet eenvoudig, want de grondstoffen voor de oorspronkelijke film zijn op. En dus moet de fabriek op zoek naar een nieuw recept met nieuwe chemicaliën. Onze missie is om binnen een jaar met nieuwe film te komen voor de oudere Polaroid-camera's, voor kunstenaars en creatieve mensen. Want wat Polaroid alleen geïnteresseerd was in een product voor de massa, richt het nieuwe fabrieksteam zich duidelijk op een niche-markt. De verkoop gaat via internet, waardoor de fabriek wereldwijd Polaroid-liefhebbers kan bedienen. In 2010 moeten 3 miljoen filmdoosjes met 10 films per doosje de fabriek verlaten. We leven natuurlijk in een digitaal tijdperk op dit moment. Dan investeren in een analoge techniek, je moet maar durven. Ja, toch durven wij dat. Uh, wij niet alleen. Uh, onze investeerders die geloven hier ook in. Uh, net zoals met uh, antieke auto's of uh, langspeelplaten, is, blijft er gewoon een markt voor liefhebbers, fans, zo je wilt, uh, om, om, om dit product uh, nog te blijven gebruiken.